Gewoon, we gaan gewoon een meeting doen voor het plezier, voor andere mensen natuurlijk ook. En we werken met selectie om een beetje, ja, roemel gaan we niet zeggen, maar de onafgewerkte wagens op de bezoekersparking te laten, omdat dan toch het zicht voor de toeschouwers en de andere mensen ook wel aangenaam is. Ja, het is gewoon echt afgewerkt dat we echt gaan regelen, want je kunt moeilijk zeggen we gaan de extreemgevallen buiten laten. Omdat, dan gaan we ook een beetje risico met andere soorten van tuners natuurlijk. Hè. Dus verschillende soorten stijlen, extreem, rad, cleaned, OEM, je hebt echt verschillende stijlen echt, vanaf. Een beetje alles maar compact brengen op één meeting tezamen. Dat ik dacht van mijn selectie, dat sommigen een beetje afgeschrikt gaan zijn. Dat is zeker van, ik zou verwachten, ik heb een vullig, dat is niet goed genoeg. Maar dat is eigenlijk niet waar, want soms is een vullig en een verwaging meer dan genoeg voor een auto om mee mooi te maken. En hoeveel zijn er tot hiertoe komen opdagen? Oh, ik heb totaal nog geen idee, het is hier zo druk, ik heb nog niet totaal een ingang kunnen gaan. Dus dat is echt ongelooflijk. Alles wat te maken heeft met de auto's van vroeger, dat ze kunnen terecht op de website www.theoldscore.be. Hoeveel geeft de gemiddelde tijd aan een uitgaan? Zo, dat hangt er vanaf. Je kunt dat vrij simpel houden. Bijvoorbeeld die pijnbus daar, ja, daar is een simpele velletje onder gestoken ofzo. Deze heeft er mij alles bij 4000 gekost. Dus zodat je dat zelf wil ineensteken, je kunt dat zelf zo hoog ingaan als je zelf wilt. Probeer het toch zo simpel mogelijk te houden. Nog tips voor mensen die radcars willen kopen? Welk merk? Welk bouwjaar? Nee, gewoon zien dat er rust aan is. Voor de rest, ja. Amuseer trillen mee, just zien een beetje, ja. Doe trillen rustig mee, steek er te veel geld in. Ik zou zeggen, mensen, doe het gewoon, amuseer trillen mee, steek er niet te veel geld in en have fun with it. Het is gewoon, het is plezant.